Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking in onze omgeving. En die bewolking die, uh, hangt samen met een heel rustig weertype. Dat betekent dat er weinig of geen neerslag valt. Op de meeste plaatsen is het echt wel droog. Maar er is ook heel weinig ruimte voor opklaringen. Misschien dat er vanmiddag in het westen van het land een heel flauwe zonnetje doorbreekt. Maar verder blijft het grijs. Het is wel zacht. Het wordt 8 tot 10 graden. In het binnenland is de zuidwestenwind matig. Langs de kust waait de wind uit west tot zuidwest. En af en toe waait het daar krachtig met windkracht 6. Vanavond begint het op veel plaatsen op te klaren. Temperaturen dalen dan naar 4 tot 9 graden. In het oosten van het land kan het kwik vannacht dalen tot een graad of 2. In het westen 4. En aan het eind van de nacht begint langzaam de bewolking weer dikker te worden. Morgen hebben we in het oosten eerst een klein beetje zon. Later van het westen uit dikke wolken. En van het westen uit gaat het ook regenen. Er staat veel wind uit het zuiden. Waait het vrij krachtig tot hard. Windkracht 7 langs de kust. Misschien zelfs even een stormachtige wind. Windkracht 8. En windstoten van 90 km per uur. Het is nog wel steeds zacht, met 7 tot 10 graden als maximum temperatuur. Dan gaan we de dagen daarna kijken, dan krijgen we een heel ander weertype. Het is veel kouder, 3 tot 5 graden maximaal, en zondag zelfs slechts een graad of twee. En daarbij is het heel wisselend. Er valt een winterse bui op de vrijdag en de zaterdag. Zondag kan in de loop van de dag de sneeuwkansen zelfs nog wat groter worden. En zou er hier en daar zelfs een sneeuwdek kunnen ontstaan. Er is overigens voor zondag nog wel vrij veel onzekerheid. Ik ben Marco Verhoef.